Heeft u dat ook wel eens? Dat u op een vreemde plek bent en denkt, nou, ik zou best een keer iets willen eten. Of wat zou dat nou voor een gebouw zijn? En die twee dingen zijn tegenwoordig heel mooi te combineren in een hele mooie wandeling. Oftewel, de walking dinner. Nou, op heel veel plaatsen in Nederland is het al een feit. En niet alleen in Nederland, zelfs ook in het buitenland. Athene, Antwerpen, maar nu ook Kuik. En twee van de initiatiefnemers die deze prachtige culinaire wandeling mogelijk maken zijn... Harry Vullings, Chris van Adem. Wij kwamen op het idee omdat we het, ik met mijn familie een keer heb meegemaakt in Utrecht. En toen zei ik tegen Chris, dat lijkt me ook iets moois voor Kuik. Dus we zijn aan de slag gegaan, onderzoek gedaan, mensen benaderd en na anderhalf jaar of zo, denk ik, staat het er nu en is het beschikbaar. Ja. Dus je kunt via de site walkingdinner.com inschrijven voor een walking dinner, alleen, met z'n tweeën of met een hele groep. Maar een walking dinner, dan denk ik misschien een lopend buffet. Maar dat is het niet helemaal, hè Chris? Nee, dat is het niet. Je wandelt, jij wandelt, de groep wandelt. Maar diner doe je op drie plaatsen in Kuik. En je begint met het voorgerecht bij smaak aan de Grote Straat. Dan ga je een stuk wandelen door de Grote Straat, krijg je uitleg wat je allemaal ziet. En dan kom je bij het Sembra-restaurant hierachter in de Maasstraat. Daar krijg je het hoofdgerecht. Na een uur komt de gids je weer ophalen. Je doet de rest van de wandeling door Kuik met de gids samen. En dan besluit je het uitstapje met het nagerecht bij het zusje in de Grote Straat. En dan ben je 4 uur onderweg geweest. Ja, en de gidsen weten, het zijn echte Kuikse mensen, die weten alles van Kuik. En die hebben een bepaalde route die ze langslopen. En daar staan ze af en toe stil, vertellen ze dingen. Ik denk dat veel Kuikenaren die hier al lang wonen toch nog wel dingen te horen krijgen die ze nooit geweten hebben. Maar we hebben ook geprobeerd het accent een beetje op de anekdotes te leggen. Dus het is niet alleen van in 18 zoveel werd dit gebouwd door die architect en die aannemer en het kostte zoveel. Nee, dat is het minder. Maar het is meer van... Wat is hier gebeurd? Welke leuke dingen kun je erover vertellen? Ja. We hebben overlegd met een aantal mensen uit de horeca. En daar werd eigenlijk alleen maar heel enthousiast op gereageerd. Dus zowel bij smaak als bij Semra, als bij het zusje, waar we met open armen werden we verwelkomd. En dan hebben ze zich aangesloten bij het concept. Want voor hen is het ook goed, omdat zij, zeg maar, klanten aangereid krijgen via de wandeling. En dat lijkt me prima voor een horecaondernemer. Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Is het all inclusive of betaal je echt alles per gerecht, per restaurant, per wandeling? Nee, we hebben de restaurants gevraagd om een keuze uit minstens drie te bieden. En de restaurants bepalen dan hun prijs. De organisatie, walkingdinner.com, moet daar van leven, zal ik maar zeggen. Dus die doen daar wat geld bovenop. En bovendien kost de gids €50. Dus je betaalt €64,95 per persoon. En per groep, of die nou 2 of 18 is, betaal je €50 voor de gids. Ja. En daarvoor ben je dus 4 uur onderweg met heerlijke hapjes of heerlijk eten erbij. Eten en in ieder restaurant ook een drankje is ook bij de prijs inbegrepen. We hebben veel restaurants en eetgelegenheden in Kuik. Maar voorwaarde was natuurlijk wel dat je er 's avonds terecht moet komen. Omdat dit 's avonds in principe plaatsvindt. En dan vallen er toch een paar eetgelegenheden af die anders wel zouden kunnen. Ja. Is dit dagelijks te doen, deze culinaire wandeling? Bijna dagelijks, want we hebben te maken natuurlijk met de sluitingsdagen van de horecabedrijven. En die zijn er, want Smaak heeft 2 sluitingsdagen in de week.
Voor het overige kan je op alle andere dagen terecht. Of het nou het weekend is, je kan gewoon boeken. Met uitzondering van de dinsdag en de woensdag. Nog één keer, waar kunnen mensen terecht voor meer informatie en reserveringen? Ja, dan moet je op je computer of op je smartphone opzoeken www.walkingdinner.com. Daar moet je zijn. En dan daar bij de kop steden aanklikken en dan intypen Kuik. We doen net alsof Kuik een stad is. We zijn het enige dorp van die hele website. Daar zijn we ook een beetje trots op. Maar je moet bij steden doorklikken naar Kuik. Kijk, dat gaan we allemaal doen. En als het goed bevalt, kunnen we nog altijd ergens anders naar een stad, ja. Of niet? Ja, je kunt het wat, ik geloof ruim 50 steden, kun je via deze website zo'n evenement reserveren. Dus. Dank jullie wel. Heel veel succes ermee. Dank je wel.